Dat moet toch wel een van de aller oninteressantste programma's ter wereld zijn. Waarbij elk jaar weer dezelfde nummer zo'n beetje van 0 tot van 1 tot 2000. Dat is toch verschrikkelijk. Er zijn heel groot succes. En ze zijn daar dagenlang mee bezig, helemaal niet. Dat valt nog maar mee met die kijkcijfers, hoor. Nou, dan zeggen altijd miljoenen luisteraars naar de radio en iedereen haalt herinneringen op met de muziek. Ze doen maar. Mijn best. Ik vind het een ongekend sloomprogramma. Het is op hetzelfde niveau als schaatsen. Laten we het daarmee vergelijken. Want er is ook in deze dagen enorm veel schaatsen. Godzijdank hoef je niet naar al die onzin te kijken. Ook niet naar de top, weet je het? Top 2000 heet het zo. Ja. Moet je dat niet promoten als NPO-ster? Dat ze zeggen, Maarten zegt ook iets leuks over de top 2000. Dat zou dan... Waar heb jij op gestemd? Dat zou dan aansluiten bij dat idee dat ik een dik betaalde propagandist van de NPO ben. Ja, ze zouden al die salarissen bekend moeten maken. Dik betaald, het is maar wat. Nee, ik vind dat die 2000 zijn al elk jaar diezelfde opgeklopte opwinding, wel een flauwekul. Dat is toch al 20 jaar een heel groot succes. Nou joh, hoe kunnen er nou 2000 leuke versjes zijn? Ze zeggen, koop het verzameld werk van de Beatles en dan ben je ook daarmee klaar. Ja, Van Nieuwkerk heeft het programma nog met die Blokhuis op de tv. Hartstikke leuke lui hoor, daar niet van. Ik gun het ze graag, zolang ik niet hoef te kijken. Oké, jij hebt nooit dat ze zeiden, kom dus in de quiz of kom dus uw muziek delen, dan... Nee, ze hebben mij nooit gevraagd wat mijn topnummers zijn. Nou ja, dan begrijp ik dat je moet kiezen voor Queen nummer 1. Is dat weer of niet? Ja, die is nu weer op 1. Maar Danny Vera was het vorig jaar. Dus het wisselt nog wel af en toe. Je houdt het echt bij, als ik het goed heb. Ja, nee, ik vind het wel. Ik vind het wel aardig. Ik vind het wel leuk. Aardig. Oké. Okay. Ik heb er niks mee. Ik kan heel makkelijk zelf kiezen over wat ik kan leuk vinden aan de popmuziek van de jaren 60. Ja. Dan heb ik een heel uitgesproken idee heb ik daarover. Na de jaren 60 is er niets van betekenis geproduceerd. Dus daar kunnen we ook kort over zijn. Popmuziek is kindermuziek, is adolescentenmuziek. Hè?